Hi, welkom bij een nieuwe video. Even goed zitten. Ik heb een shoplogje voor je. Want ik heb wat dingen gekocht bij Revolution. Allereerst heb ik de Revolution Pro Miracle Night Serum. Adventist Complex Supercharged Skincare. Wake up to glowing skin with this supercharged serum. Featuring our powerhouse Pro Renew Complex CLR. With added peptides, ceramides, sodium hyaluronate, squalane, oil and caffeine extract to ensure you wake up with hydrated, smooth skin. Supercharge your base at night for flawless makeup application in the morning. Die gaan we proberen. Dan heb ik... uitpakken. Dit is de Revolution Beam Bright Silk Touch Highlighter. Als jullie wat horen, Anton is aan het spelen. Ik moet even het stickertje eraf pulken. Normaal zijn ze niet zo van de stickertjes. Jeetje, wat irritant. En dan breekt dat stickertje ook nog iedere keer af. Ken je dat? Kan ik heel agressief om worden. Oké, dit is de Revolution Diamond Glow. Dit is de kleur Diamond Glow. Nou, hij voelt niet silky aan. Maar het geeft wel een mooie glow. Het is niet... De losse glittertjes waren van de Moira die ik net gedaan heb. Ja, ik ben benieuwd. Want dit is een hele mooie niet gekleurde highlighter. Hij is wel glitterig, maar niet glitters glitterig. Ik ben benieuwd. En waar ik van baalde dat dit pakketje er zo lang over deed. Want ik heb het besteld op de dag dat het uitkwam. Is de Revolution Skin Silk Luminous Serum Foundation. In de kleur F3. Want die heb ik eigenlijk altijd. Verder staat er niets op het flesje. Helemaal niets. Hyaluronic Peptide Complex F3. Luminous Serum Foundation. Ja, ik ben hier reuze benieuwd naar. Dat was van Revolution. Dan komt er net een doosje. Dat is van Cosmetics for Less. En ik weet wat ik besteld heb. En dat gaan we van de week samen proberen. Dus dan weet je zeker dat dat deze week nog komt. Nee, niet deze week. Deze maand. Met heel veel plastic. Ik heb een Goat Milk Nourishing Night Cream. Day and Wrinkle Prone... Oh, dry. Dry and Wrinkle Prone Skin. Oh, geen idee. Oh, van Goat's Milk heb ik ook een Serum Energizing and Smoothing. Face, Neck en Decolleté. En een Goat's Milk. Goat's Milk is het merk. Day Cream Moisturizing. Dry and Wrinkle Prone Skin. Nou, dat ga ik proberen. Dat vind ik leuk. Wat heb ik? Ik heb de nieuwe collectie van Essence. De nieuwe update voor zomer van Essence. Dit is de Essence Blush Crush. En dit is de kleur 010 Caramel Latte. Dat ziet er zo uit.
Hij voelt heel zacht. En ik had gedacht dat hij heel donker zou zijn. Zie je hem hier? Leuk kleurtje. Wat hebben ze nog meer? Ze hebben een Baby Got Blush. Dit is een liquid blush en dit is de kleur 040 Coral Peach. Die hebben een poefje. En die doe je ook open en dicht, net als bij de Charlotte Tilbury. Dan hebben we een Baby Got Glow. Dit is de kleur 010 Sassy Silk. En die heeft ook een poef en ook een mechanisme om hem open en dicht te doen. Zoals bij de Charlotte Tilbury. Ik heb verder een Essence Super Balm Glossy Lip Treatment. Met vitamine E en shea butter. Dit is de kleur 01 Balmazing. Balmazing. De Super Balm heet het. Het lijkt niet helemaal clear. Er is een grote applicator. Het ruikt een beetje zoetig. Up to 10 hours hydration. Nou, oké. Heel veel plastic zit erin. Ik heb een Essence. Magic Filter Glow Booster Healthy Glow in de kleur 010 Light. Ik weet dat ze overal over internet gingen en dat mensen commentaar hadden op de kleuren en zo, maar bij Cosmetics for Less kon ik wel de lichtere kleur vinden. Dus ja, met een dekseltje en een pompje. En dan heb ik ook de Skin Tint. Hydrating Natural Finish Light to Medium Coverage. En dit is de kleur 10. En dan weet ik ook dat mensen de kleur 20 hadden, want dat was op de weet ik niet welke site. Maar bij Cosmetics for Less hebben ze dus wel meerdere kleuren. Oh, die gaan ook heel donker trouwens. Hydrating Foundation with Aloe Vera en Hyaluronic Acid. Buildable light to medium coverage, lightweight and long lasting comfort. Does not clog pores, no alcohol or fragrances. Gaan proberen. Toch? Ik heb een Essence de Slim Stick 6 uur long lasting lipstick en dit is de kleur 101 Chocoholic. Die ziet er zo uit. En dat is gewoon gelukkig een draaimechanisme. Oh, mooie kleur zeg. Ja, heel zacht, heel smooth. Ja. En als laatste heb ik de Essence Call Me Queen Dramatic False Lash Effect Mascara. Momentje. Sorry. Ja. We gaan proberen. Oh. Oh. Het is een rubber borsteltje. Niet mijn veef. Niet mijn veef. Oké. Dat was de shoplog van Revolution en Cosmetics for Less. Dat zijn de nieuwe productdingen die ik heb gekocht. Er was toen gevraagd om een Kylie te proberen. Dat is in de maak. Ik ben aan het verzamelen. En ik zag dat ze ook
een foundation had tegenwoordig. Dus dat komt helemaal goed. Dit zijn wat nieuwe dingen die we gaan proberen. Ik doe van de week, ik denk het weekend, neem ik even een shoplog op. Van onder andere de Hennis en Maurits trui H&M. Hè? Maar ik ben een van de idioten die nog steeds Hennis en Maurits zegt. En ik heb hier een doosje net van de Bonprix binnengehaald. Die komt er dus aan in februari ook. Maar goed, dat, of dat voor of na deze komt, dat weet ik niet precies. Het enige wat ik nu kan zeggen is bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik jullie graag de volgende keer. Dankjewel. Doei!